Welkom bij het filmpje over het toevoegen, bewerken en verwijderen van een organisatie. We zijn hier op de gemeentelijke startpagina van Herent. We zien hier dat hier een aantal organisaties al ingevoerd zijn. Er zijn, zoals je in de legenda kan lezen, bedrijven, horecazaken, handelaars, lokale landbouwers, verenigingen, scholen en fairtrade-straten ingevoegd. We gaan er eentje aan toevoegen, een extra, en zo kan je direct meevolgen hoe dat in zijn werk gaat. Hier aan de rechterkant in het menu, wanneer je ingelogd bent, zie je inhoud toevoegen. En krijg je de mogelijkheid om een organisatie toe te voegen. Klikken op organisatie. Voilà. Dit zijn de invulvelden die we moeten invullen om een organisatie aan te maken. We gaan nu een fictieve organisatie aanmaken. Bijvoorbeeld Freddy Wouters NV. Oké. De naam is dus Freddy Wouters NV. Adres, zou zeggen Stationsstraat 1, eventueel extra, dat kan een postbus zijn, een verdieping, iets in die trant. Woonplaats Herent, we zijn met Herent aan de slag. Postcode van Herent is 3020. Voilà, land België klopt. Taal Nederlands klopt ook. Een tekstje, we kunnen hier van alle informatie plaatsen over Freddy Wouters. Er zijn een hoop opmaakmogelijkheden. Ik ga daar nu in die detail op in. Er is een apart filmpje wat elk knopje hier uitlegt. Zo, een tekstje over Freddy Wouters NV. We gaan verder omlaag. Een logo. Freddy Wouters NV heeft een logo. Klik op Browse. Logo. Voilà, dit is het logo van Freddy Wouters. Open, niet vergeten, heel belangrijk, hier is een knopje uploaden. Dus via Browse selecteer het logo. En dan moet je nog op uploaden klikken. Dan zie je hier een klokje lopen. En oké, het logo is toegevoegd. Contactgegevens voor Freddy Wouters NV. Weer die opmaakmogelijkheden. Daar kom ik dus in een apart filmpje op terug. Zo, voilà. Ik zak verder. Type organisatie. Voilà, en hier kunnen we eigenlijk kiezen. Freddy Wouters, is dat een bedrijf? Is dat iets van het gemeentebestuur, een handelaars, horeca enzovoort? Wel, Freddy Wouters is een bedrijf. Zo. Voorbeeldweergave kan je eventueel op klikken. Dan krijg je een tussenstap voor het op te slaan. Kan je eens kijken hoe het eruit ziet. Ik klik meestal direct op opslaan. Zo. Eventjes wachten. Voilà, we krijgen een melding van de website. Organisatie Freddy Wouters NV is aangemaakt. En Freddy Wouters staat hier nu tussen. Je kan Freddy Wouters gaan zoeken door in te zoomen op de kaart. Ik ga je nu even een andere manier tonen. Je kan hier bovenaan waar bedrijven. Freddy Wouters was een bedrijf, dus ik ga eens kijken bij het bedrijf of Freddy Wouters er nu tussen zit. Inderdaad, Freddy Wouters NV zit erbij. Hoe pas ik Freddy Wouters nu aan? Stel zijn openingsuren zijn veranderd, geen probleem. Ik zoek Freddy Wouters op. Eens kijken, ik klik op het logo van Freddy Wouters. Ik zie dat ik nu zit op fairtradegemeente.be. Herent, Freddy Wouters NV. Voilà, dit is inderdaad alle informatie van Freddy Wouters. Locatie op de kaart, het tekstje. Goed. En dan zien we nu hier bovenaan op de pagina van Freddy Wouters zelf een knopje bewerken. Dus ik klik op bewerken. En dan krijg ik terug dezelfde informatie als daarstraks. Nu ingevuld, die hebben we straks ingevuld. En ik kan hier bijvoorbeeld de openingsuren aanpassen, of het intro-tekstje, of eventueel het adres. Ik kan eigenlijk terug aanpassen wat ik daar straks heb ingevoerd. Wanneer je klaar bent met aanpassen, terug op opslaan klikken. En hier heb je ook de mogelijkheid om, stel Freddy Wouters is failliet gegaan, geen probleem, Freddy Wouters moet van de website. Je gaat naar de pagina van Freddy Wouters en hier onderaan vind je een knopje verwijderen. Ik zal Freddy Wouters nu terug verwijderen, aangezien het om een fictief voorbeeld ging. De website vraagt nog een bevestiging. Weet u zeker dat u Freddy Wouters wilt verwijderen? Inderdaad, Freddy Wouters verwijderen. Zo, de website meldt mij, organisatie Freddy Wouters NV is verwijderd. We kunnen eens gaan kijken bij de bedrijven van Herent. Inderdaad, geen bedrijf meer. Freddy Wouters is verdwenen.